Mijn naam is René Tepas. In de Eredivisie voor vrouwen speelde Ajax thuis tegen VV Alkmaar. Eindstand 3-0. Doelpunten van Kelly Zeeman, Linda Bakker en Marjolein van den Begelaar. Kerstin Kasperij, jeugd international van VV Alkmaar. Hello. Dag Kerstin, zo kort na de wedstrijd. Kun je misschien iets vertellen over hoe de wedstrijd ging voor jou? Voor mij persoonlijk? Ik vond dat ik verdedigend wel prima stond, prima speelde. Aanvallend wel wat slordig, maar overal wel voldoende. Ja. Was wel tevreden. Was het een lastige wedstrijd? Was het een mooie wedstrijd? Was het een heftige wedstrijd? Nou, het was voor ons een hele verdedigende wedstrijd eerder. We hebben eigenlijk alleen maar verdedigd. Wat het wel heel lastig maakt, vooral om doelpunten te maken. Het was tegen Ajax, tegen dat soort clubs, altijd heel lastig. En probeer je altijd wat te forceren. En vandaag hebben we wel wat kans gecreëerd, maar vind ik dat we niet heel gevaarlijk zijn. Dus het was wel heel lastig. Speelt met nummer 10 positie, maar ik zag dat je wat vaker naar achteren in het middenveld kwam. Ik speelde vandaag op de half. Kijk. Ja, even positie, carrière switch. Kijk. En was dat een bepaalde bedoeling? Was dat tactisch? Het is meer dat ik... ik kan op alle posities op middenveld spelen. En ik speelde met Nederlands elftal de laatste tijd ook op de rechtshalf. En daar had de coach positieve berichten van teruggekregen. Dus vandaar dat ik daar nu stond. Zeg ze gewoon even in het Nederlands elftal, hè? Wie kan dat zeggen? Ja. Hoe was dat die periode bij het Nederlands elftal? We zijn vorige week weg geweest naar Portugal. En hebben twee oefenwedstrijden gespeeld tegen China onder 19. Ja. Dus bijvoorbeeld onder 19. Helaas verloren? Helaas verloren met 1-0. Beetje slummelig? Ja, wel een beetje. Het was niet helemaal verdiend. We hadden wel heel hard gewerkt en we hebben de Chinezen wel goed weten te bespelen. Maar ja, je krijgt een doppeltje tegen en dan wordt het lastig. Volgende keer wat sambal in hun eten extra gaan. Volgende keer gaan we ze wat Japans eten geven. Misschien helpt dat. Kom! Sushi! Sushi! Precies. Tweede wedstrijd hebben we mooi gewonnen, Engeland. Tweede wedstrijd tegen Engeland hadden we wel netjes gewonnen. Dus dat is wel heel positief. Hoe kan het nou verder gaan? Ik bedoel, je speelt bij een heel goed team bij Alkmaar. Nederlands elftal, wat zie je voor jezelf nog? Toekomstplannen of kijk je gewoon hoe dit seizoen gaat? Nou, ik probeer gewoon eerst dit seizoen zo goed mogelijk te ontwikkelen en zo belangrijk te worden voor dit team. En dan, natuurlijk heb je wel dromen voor later, maar... Laten we eerst maar op de korte termijn kijken. En dan kun je altijd nog verder gaan. Ja, de wedstrijd was eigenlijk op een gegeven moment wel gespeeld. Tweede helft. Jullie hebben begin nog wel goede kansen gehad. Hè? Ja, ik vond voor ons dat we de eerste helft heel sterk waren. En de tweede helft. Dan, de maat van de wedstrijd, dan wordt iedereen wat vermoeid. En dan vallen de gaten. En dan laten mensen hun man lopen. En dan wordt het, dan wordt het gewoon heel lastig. Ja. En toen kakten we wel wat in. Maar ik vind dat we schade heel beperkt hebben gehouden met 3-0. Je opgeven overweg. Je hebt er echt voor geknokt. We hebben er wel echt voor geknokt, ja. Ik denk dat iedereen wel echt heel hard heeft gewerkt. Dus daar is niks aan op te merken. Oké, nu op naar de volgende wedstrijd. Dinsdag al, hè? Dinsdag al tegen PSV, dus... Pak de toppers even te pakken. Ja, even een weekje toppers. Achilles en daarna Twente. Dus dat is lekkere twee weken. Hey, hartstikke bedankt. Ik ben er dinsdag ook weer bij. Dus gaan we een mooie wedstrijd van maken. Hoi.